We staan in onze samenleving voor grote uitdagingen. Wie geeft ons de nieuwe antwoorden? We krijgen raad van ondernemers, wetenschappers en politici, maar we zien één groep over het hoofd. Kinderen. En die zijn juist vindingrijk, ze hebben verbeeldingskracht en een open geest. Wat zien zij wat wij niet zien? In deze aflevering filosoferen 14 kinderen over het ziekenhuis van de toekomst met Jan-Kees Capon, bestuurder van het Rijnstatenziekenhuis in Arnhem. Nou, ik denk dat kinderen natuurlijk spontaan zijn, nog niet gehinderd zijn door allerlei invloeden van buitenaf, maar gewoon zeggen wat ze denken, voelen en vinden. En kinderen zijn dan heel vindingrijk. Ik hoop dat ik inderdaad onverwachte vragen krijg. Ik zit al te veel in een omgeving met vergadertafels en bestuurders en mensen die ervoor hebben doorgeleerd. En ik moet me ook alert houden door die prikkels van buiten goed te krijgen. Wij hebben deze bus gemaakt, het Rijdend Ziekenhuis. Deze bus is in plaats voor het ziekenhuis. Hij rijdt om het uur door de straten en als je ziek bent, gaan de mensen in de bus kijken of ze je meteen beter kunnen maken of je nog een paar dagen moet blijven. En daar staat ook een palmboom in en dat is dan, zodat er ook nog een beetje natuur in de bus is. Ook het behang is heel erg kleurrijk, zodat de zieken zich vrolijk voelen. Die bus, die rijdt op tijd. Die komt om de zoveel tijd in de stad. Hè. Dan komt hij de straat in. En dan gaat hij echt naar die mensen die ook echt ziek zijn, gaat hij helpen. En het grote voordeel daarvan is dat hij dus dichtbij komt. Dat je niet hoeft te reizen. Dat het voor de patiënten toegankelijk is, bereikbaar, zeggen we dan, vanuit het ziekenhuis. Dus dat is volgens mij wel een ontwikkeling, een voorspelling, over 10, 15 jaar, dat het ziekenhuis van nu waarschijnlijk een heel stukje kleiner is en dat er veel meer bij de mensen thuis kan gebeuren of in de buurt en een beetje meer van het dagelijkse leven een onderdeel laten zijn. Dit is een ziekenhuis voor alleen volwassenen. Op het dak hebben we zonnepanelen. We hebben ook nog een zwembad en we hebben ook nog een sportzaal waar je lekker kan sporten, fitnessen en alles. En ook een beetje om te ontspannen. En we hebben ook nog een klein groentetuintje. En daar kan je ook nog veel groenten verbouwen. En dan kan je ook nog lekker eten, 's ochtends of 's avonds. Het kinderziekenhuis, maar er kunnen ook tieners. Want die horen ook een beetje bij de kinderen. En we hebben ook in het ziekenhuis een vrolijke lift. Want in de lift, dat ze daar dan leuke stickers die je dan op de lift kan plakken. Zodat als je in de lift komt, dan kijk je om je heen en dat is vrolijk. We hebben ook nog een graffiti muur. En in het ziekenhuis hebben we ook leuk behang met bloemen en grappige dieren. En om het lekker vrolijk te maken. In het ziekenhuis zijn er ook speciaal voor de kinderen klaslokalen. Maar dat is dan wel dat je begeleiding krijgt. Dus dan kan je eigenlijk gewoon je huiswerk meenemen. Dan ga je daar zitten met z'n allen. En dan krijg je toch wel weer dat gevoel dat je op school zit. We hebben een glijbaan naast de trap voor de kinderen. Dan hoeven ze niet per se met de trap. Dan kunnen ze gewoon met de glijbaan naar beneden glijden bijvoorbeeld. We hebben een vissenkom gemaakt. En dan mag er in iedere kamer een vissenkom staan met vissen. En dat is dan in plaats van huisdieren als je die wil. En een dvd-speler voor als de mensen gewoon dvd's willen kijken. En, maar dat moet wel als iedereen het wil, want niet als je zelf wil kijken. En allemaal spelletjes, zoals Mens erger je niet en Monopoly, om gewoon gezamenlijk met z'n allen. En op het bed, daar zit dan een afstandsbediening. Daar kan je dan zelf alles mee besturen dan in de kamer. Een laptop om contact te hebben met je familie en om spelletjes op te doen. En dan hadden we een fotolijst. En iedereen, het maakt niet uit of je ziek bent of niet, die moet foto's naar het ziekenhuis sturen van familie. En als je er ligt, dan worden die foto's voordat je er bent er al ingedaan.
Ik vind wel het fotolijstje wel heel belangrijk, want dan denk je wel weer aan de leuke tijden die je hebt meegemaakt met je familie of je vrienden. Ik denk dat je dan ook wel wat rustiger wordt, tot als je dan aan je familie denkt. Want dan weet je ook dat zij wel aan jou denken. Ik vond wel de goudvis ook wel heel erg leuk. Want als je dan bijvoorbeeld naar het ziekenhuis moet en je hebt een hond en daar wil je graag niet naar weg dat die alleen thuis blijft. Dan heb je toch, als je dan die goudvis ziet, dan denk je toch weer een beetje aan je hond. Ik vond de computer wel belangrijk. Niet omdat je spelletjes op kan doen, maar omdat je met de webcam naar je familie kan kijken. En dan bij een fotolijst zie je ze wel, maar dan kan je niet tegen ze praten. En dan wel. En dan kunnen ze je misschien wel weer moed geven. Als je bijvoorbeeld een hele saaie kamer hebt, dat je jezelf dan ook saai gaat voelen en soms ook wel nog zieker. Want dan denk je, het is hier zo saai. En terwijl als het heel erg gezellig is, dan denk je er eigenlijk niet meer zo erg aan dat je ziek bent. En als je dan bijvoorbeeld een zuster hebt die heel blij is en heel vrolijk, dan voel je jezelf ook wel een beetje vrolijk. Omdat je omgeving dan ook wel een beetje wat meer vrolijker is. Ik denk dat we langzaam aan het bewegen zijn naar die wereld die jullie ook schetsen, met al die dingen die gewoon een thuisgevoel maken. Wij hadden het binnenhuis. Ja. Met braille erop voor mensen die niet goed kunnen zien of die blind zijn. Elke pil heeft een andere betekenis. Zoals de Vacanova-pil, de antipestpil. En nog de vriendschapspil. Dit is de sportpil. Hier krijg je weer zin om je lichaam te bewegen. Dit is de lucky pill, oftewel de gelukspil. En de pil geeft je geluk wanneer je dat het hardste nodig hebt. Dit is de Travionos-pil. Deze pil zorgt ervoor dat je zelfvertrouwen krijgt. De pestpil. Vertel, waarom? Omdat ik eigenlijk vind dat je niet moet pesten, want daar maak je mensen ongelukkig mee. Ik vind dat de zelfvertrouwenspil het allerbelangrijkste is, want zelfvertrouwen is wel heel goed in je leven. De vriendschappil, want als je bang bent voor het ziekenhuis en je bent ook bang voor bijvoorbeeld voor die verpleegkundige, dat je dan ook vrienden kan maken met die verpleegkundige. Ja, ik ook de vriendschappil, maar dan op een andere manier, want sommige kinderen zijn best wel erg alleen en dat je dan niet alleen bent en wel, ja, dat je niet zo alleen zit en dat je wel vrienden hebt waar je mee kan spelen. De bedoeling van het studiepakket is dat alle kinderen op de middelbare school een studiepakket krijgen. In het pakket zit een leerboek. Die is van belang op de middelbare school. En daarin staat bijvoorbeeld wat te doen bij een gebroken been en wat te doen bij stikken. In de doos zit ook nog pillen, verband, een pleister en spuugzakjes. Als er niemand in de buurt is, is het ook wel handig als je jezelf kan helpen. Maar als die andere die hulp nodig heeft niet weet hoe die voor zichzelf moet zorgen, moet jij hem ook kunnen helpen. Ik vind het wel belangrijk dat iemand voor zichzelf kan zorgen, want als iedereen voor zichzelf kan zorgen, is er niemand meer nodig om diegene te helpen. Nou, iedereen is dan gewoon gezond als je jezelf kan helpen. Dat je dan niet bezighoudt met je ziekte en een beetje kan genieten van het leven. Je zou ook gewoon een speeltuintje kunnen maken met speeldingen waar je dat niet zo moeilijk is. En dan met een speciale houder bij, bijvoorbeeld als je een gebroken been hebt. En dan een zuster die altijd even kijkt of alles goed is. Dus het zou wel kunnen, alleen dan moet je gewoon even goed nadenken welk speelgoed je inzet. Frisse lucht, lekker buiten spelen. De ramen openzetten. Ja, maar dan voel je alsnog niet echt blij, want echt spelen, dat is gewoon fijn. Als al die spulletjes, die pillen en die DVD-speler, ballenbak en andere, die bus, en als dat allemaal bij één ziekenhuis zou zijn, denk ik dat het dan wel een heel goed ziekenhuis zou worden. Ja, echt overweldigend.
Ja, je ziet zoveel dingen waar wij ook over nadenken in het ziekenhuis. Waar we soms ook al een eindje mee op weg zijn. Maar jullie trekken de dingen nog veel verder door. Voor alles is een oplossing, lijkt het ook wel. En dat is ook het mooie. Wij zitten in dit gebouw, maar jullie denken erover na van hoe kan je dat onbeperkt in zijn mogelijkheden maken. Of het nou de pillendoos is, of het gebouw, of met de technologie die we kunnen gebruiken. Dat spoor waar wij op zitten, daar kunnen we nog veel verder doortrekken. Als ik goed luister naar wat jullie allemaal bedenken. Ik denk dat hij op zich wel veel heeft geleerd, want ik zag hem ook wel een beetje stralen. Ja, heel veel denk ik wel, want hij was ook wel over heel veel dingen onder de indruk. Dat het af en toe handig kan zijn om de simpelste ideeën af en toe op te zoeken. Kinderen hebben wel heel andere ideeën dan volwassenen. Kinderen denken soms wat makkelijker over na en de grote mensen denken heel ver naartoe. En dan soms is het antwoord heel makkelijk, maar dat is dan niet zo omdat je te veel nadenkt erbij. Ik denk ook wel dat we hiermee de toekomst kunnen verbeteren, de ziekenhuizen. En als je dan zo'n dit soort programma's doet met alle smaken, dan kom je veel verder.